Bij Dupuytren is er sprake van een toenemende kromstand van de vingers. De strengvorming begint meestal in de handpalm. Bij Dupuytren is er sprake van bindweefselvorming onder de huid en boven de pezen. Dit is altijd toenemend in de loop van de tijd en kan de vingers toenemend krom doen staan. Bij een operatie wordt de huid over de strengen op een zigzagmanier geopend. De strengen worden dan goed zichtbaar en deze worden zo uitgebreid mogelijk verwijderd. Dit uiteraard op een manier waarbij de vaten en de zenuwen gespaard blijven. Als het weefsel zo uitgebreid mogelijk verwijderd is, zijn de vingers recht en wordt de huid gesloten. Soms wordt er besloten een gipsbalk aan te leggen.